niet uit, want je hoort een gong. Daarna is het neus, lever, lever, long. Lig je daar op straat en je gaat kapot. Dus blijf maar lekker thuis met de deur op slot. And you know it. We spraken de Masters bij de opname van hun nieuwe videoclip. Ja, ik ben Aziz van de Masters. We hebben hier een hele dope clip geschoten. Volgens mij is Aziz die gozer die mijn oma's scootmobiel heeft gestolen, maar ik weet het nog niet zeker. Ja, het gaat echt, die carrière, dat is gewoon echt stap voor stap. Zijn we gewoon, en het einde is nog niet in zicht. Het gaat gewoon stap voor stap omhoog. Weet je, als je gewoon de hip-hop scene een beetje in de gaten hebt gehouden, dan weet je wie ik ben. Marco, weet je. Cassius Clay. Lloyd Zandweg van de Masters en vandaag schieten we een videoclip. Ja man, we doen grote dingen, weet je. Want het is namelijk wel zo dat in deze blanke maatschappij negers altijd laag gehouden worden, snap je? Maar hiphop is van de niggers. Laten we gewoon, ik zeg gewoon eerlijk. Als niggers onder elkaar, dan kan jij gewoon zeggen, hiphop is van de niggers. Het kan wel zo zijn dat het van de zwart is, maar iedereen stamt af van de eerste mens. En dat is die was in Afrika of in Indonesië. Dat weet ik even niet meer, maar daar zijn ze ook, zijn ook een soort Papua's of negerachtige mensen. Aziz, serieus? De principal in the house. Nou, Marco. Jullie zijn niks veranderd, man. Nog steeds lelijk. Twee afgepeigerde paaldanseressen. Kijk ze. Ja dan, man. Breng je nog wel eens een pizza rond of eet je ze alleen op? En jij bent? Donny. Donny, oké. Waar ben jij verantwoordelijk voor in de Masters? Ik maak alle beats. Ik vond dat melodieën nog niet echt super on point waren. Ik denk dat hij daar wel aan kan werken. En dat is ook een beetje uit de maat allemaal en zo. Ik weet niet, er is gewoon een knop in een programma als je beats maakt, dat je erop klikt en dan zet hij het automatisch in de maat. Misschien moet ik hem even uitleggen waar die knop staat. Wat Leonardo da Vinci was op wetenschapgebied, dat zijn wij op het gebied van rap. Wij waren zo ver vooruit dat mensen zeiden van, we zien jullie niet meer. We hebben toen geen concessies gedaan, maar we lagen gewoon voor op de tijd van toen dat het nu wel, klopt wel wat ik zeg. Klopt wel, man. We hebben ze allemaal verslagen van Brain Power tot Lange Frans, Jesser. Ze hebben er herinneringen aan, denk ik. Ik kan ze vaagjes herinneren van een talentenjacht in 88. Ik deed mee en won. En zij deden mee. Ja, waarom? Ik weet het eigenlijk niet. Want het was. En ik zeg dit niet graag over mensen die muziek maken. Want muziek is echt iets. Het komt uit jezelf en het is gezond en tof. Maar het was echt slecht. Ja, zeker. Lange Frans was goed. Baas B was er ook. Werd mij gezegd, maar ik zag hem niet. Tot ik hem zag dat hij al voor me stond. Maar ik ben ook wel bang voor ze. Ik wil ze niet tegenkomen, weet je. En weet je, die gasten eromheen en zo. Het is toch, het is allemaal wat meer, het is toch wel van de streets en zo. Als mijn Amerikaans beter wordt, want daar werk ik aan. Marco moet gewoon geen Engels praten, want het lijkt gewoon Grieks. Yo, here we go. The flow. Dan wil ik wel die overstap wagen, weet je. Maar kijken wat die andere jongens willen doen. De Masters. Kijk, de naam hebben we al, de Masters. De Masters, dat is namelijk al Amerikaans. Yo, yo, yo. Fresh. Jiggy, ik was nog niet klaar. Jiggy. One love. Ga jij nou zeggen wat ik moet zeggen? Ja, sorry, maar ik. Ga jij nou zeggen wat ik moet zeggen? Ben jij van de straat of zo? One love. Ik zal je one love geven, ja. Ik zal je een komkommer geven met je love. Kappen maar dit. Fuck you. We gaan net zo lang door tot we die nummer 1 hit hebben. Bam!